Win een plant ultra! Hallo iedereen, Van Ultra hier. Vandaag met nog een food review staan met Sven, Kian als cameraman. En we gaan Poolse food review 2.0 doen. We beginnen met de geduchte hotdog pizza weer. Ja, weet. Maar dit heb ik er ingepakt in folie. Deel 2. Coca-Cola Zero review, lekker. Random bosse bolding. Vooral als het 50 cent kost. Hele enge, rare berensnackie, zoals ik hem maar ga noemen. Mag ik hem uitpakken? Oh, en cola's. Mag ik hem uitpakken? Ja, pak uit. We beginnen met de hotdog pizza. Sam die heeft hij nog nooit gegeten, wij wel natuurlijk. Zo erg kan je, ik geloof echt niet. Het is gewoon pizza en hotdog is allebei lekker. Lekker plus lekker is nog steeds lekker. Als jij hem lekker vindt, mag je. Is mini yoghurt. Ja, dat was wel het randje, daar heb ik niet van smaakt. Sam, dat is de hele. Zo gaat hij helemaal smaken, het randje. Zelfs je helemaal naar binnen popt. Je gaat nooit iets proeven behalve mini yoghurt. Wij stellen ons erg aan blijkbaar. Maar hij was niet lekker. Ik was sowieso ziek. Dus nee, hij was echt smerig. Luister, de verhoudingen mogen wat beter. Het is heel veel brood. Het mag wat meer iets anders zijn of zo. Worst, ja. Misschien is hij beter op de folie, zodat het minder vers was. Waarschijnlijk is hij beter omdat hij gewoon niet door de vliegen is betast als die vals. Want er gaan ook gewoon vliegen op zitten en de plastic gebeurde niet. Ja, kijk, het is niet zo'n holy shit is het lekker zo ooit gegeten. Ja, maar ik vind het zeker niet vies. Ik vind het wel gewoon lekker eigenlijk. Ach ja, blijf hem door. Het is alleen dat er van die happen tussen zitten met zo goed als alleen maar brood. En dan denk je ook van, ja. Terwijl Sam de holopjes eet, ga ik de cola reviewen. Ja, is Coca-Cola, dus waarschijnlijk weet ik niet hoe dit gaat smaken. Nou, wil je als je hem helemaal opeet, joh. Ja, jij zegt zelf dat je hem dan moet Jan die op alleen laten leiden, maar als je niet leidt. Ik vind het wel lekker leiden. Wat vind je van de cola? Wie had even wacht? Hele goede Coca-Cola, hoor. Dus 18. Maar goed, zoals altijd, Coca-Cola met verslaving. Jongens, als je hem ooit wil geven als fans, stuur cola namelijk. Ik zou het altijd accepteren. We beginnen nu met IJsbeer snack. Ik weet niet hoe ik deze cirkel moet. Het schiet een beetje op, het begint erger te regenen. Dat weet ik, dan probeer ik. Oh ja, wacht, nu wil ik echt naar een dorp komen. Eigenlijk een klein beetje. En leuk is, ik moet nog naar huis fietsen helemaal. Nee, eentje. Hoef je niet, zolang het regen mag je ook in mijn huis chillen. Maar was het de hele avond regen? Ja, zoals vanavond op zolder. Ja, we hebben. Dit ziet eruit als twee kleine verlepte pannenkoekjes met vanillecrème waarschijnlijk. Of slagroomcrème, want het is tegenwoordig. Sam, wil je een hap proberen? Oké. Heel lekker gemixt met wat je daar deed. Wat is het eigenlijk? Een mini pannenkoek met een soort vanillecrème. Deze met kubbels. Mini pannenkoek nog iets, ja. Heel zoet. Wat is dat? Je mee geeft naar school of zo. En wat zeg je van het eten? Raar keekje, maar ja, niks bijzonders eigenlijk. 7 uit 10, smaakt oké. Okay. Ik heb het niet jij de hele worst gelet. Hij eet er nog gewoon helemaal op, hè? Ja, makkelijk, hè. En nu de rare Berlinerbol. Oké, wat is dat? Dit lijkt een kut ding. Nou, dit komt zuur op. Dit ziet er heel smakelijk uit. Ik moet even Jongens, ik weet niet wat dit is. Ik zeg dit is een rare Berlinerbol of zo wat. Maar ik neem mijn happen voor jullie, maar ik hou van jullie. Wat ga ik even de binnenkant zien als je gegeten hebt? Ik neem een goede bijt op. Wow, droge brood, je had al verwacht. Ja, wat er niks in zit. Denk aan zo'n donut van de Lidl, alleen zonder de suiker op en met een rare glazuur op. Ja, dat is redelijk. Dat is prima, toch? Hij is oké. Van wie? Nee, dat kan niet! Ja, hij is wel goed, hè? 6 en 10. Zijn we gehad? Ik heb er iets van. Ik vond
eigenlijk best wel lekker. Hij is niet echt achterlijk zoet, maar ook niet heel erg droog, wat ik wel verwacht had. Maar op zich mogen ze er wel wat in stoppen, dus 6,2 uit de 10. Er waren ook varianten met aardbeienzin die we gewoon niet vertrapt hebben, waar we het wel naar. Maar ook daar. Jongens, Sen heeft de hele hollepizza op, dus wij stellen ze aan. Ik heb dit ding op, ja, we hebben een stuk plastic. Ah ja, dat moet ik zeggen. Jongens, dank je voor het kijken. Like en subscribe naar Vin Ultra. Voor als je meer video's zoals dit wilt. Check ook uit Sen en Kiane voor de help aan deze video. En ik zie jullie later. Hallo. Toedels en tot de volgende food review.